te ratificeren van het UNESCO-verdrag ter bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, ofwel het UNESCO-verdrag 2005, zal voor Suriname enorme voordelen hebben. Jurist Widya Narayan, die de secretaris-generaal is van de Nationale UNESCO-commissie, gaf vanmorgen tijdens een presentatie voor vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector uitleg over de voordelen. Bij het ratificeren wordt het verdrag officieel tot geldende Surinaamse wet verklaard, wat voor de culturele en creatieve economie als voor de duurzame ontwikkeling van grote betekenis zal zijn. Een van de voordelen is dat er fondsen beschikbaar zijn voor ontwikkeling van de cultuursector. En als ik denk aan ontwikkeling, dan denk ik aan capaciteitsversterkingsprojecten, duurzame projecten, maar natuurlijk ook de follow-up van projecten. Ik denk verder ook aan uitwisselingsprojecten en kortom alles ratende de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling van de sector in Suriname. Verder biedt het mogelijkheid tot maximale participatie van het maatschappelijk middenveld. En dit kan eigenlijk doorgetrokken worden tot het opzetten van een cultuurfonds. Eigenlijk, ik heb van collega's vernomen dat er vroeger dus al een cultuurfonds was. Dus eigenlijk zou het niet moeten opzetten van een cultuurfonds, maar het heractiveren van een cultuurfonds. En verder biedt het ook kan het een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van de nationale cohesie in het land. CARICOM jeugdambassadeur van Suriname, Matthijs Samuel, zegt dat kinderen en jongeren een onmisbare schakel zijn in het beschermen en promoten van de cultuursector. Samuel erkent het belang waaraan voornamelijk de jongeren baat bij zullen hebben. Dit verdrag staat ook in lijn met de 17 gestelde ontwikkelingsdoelen. Het preserveren van en investeren in traditionele kennis, vaardigheden en gebruiken draagt bij aan twee punten die van specifieke relevantie zijn voor Suriname. Respect voor culturele diversiteit, maar meer nog intercultureel begrip. Ons cultureel erfgoed is niet alleen deel van ons gedeeld verleden, maar onlosmakelijk deel van onze identiteit. Educatie is het meest geschikte instrument om de aanhoudende, overlappende overdag te doen van ontastbaar erfgoed, volgende generaties. Hiermee brengen we onderwijs niet enkel dichterbij in de belevingswereld van jongeren, maar zijn we ook in staat nadrukkelijk de bedreigde culturen waarborgen. Jongeren zijn van nature innovatief en via cultuur worden we in de gelegenheid gesteld de creatieve potentie van jeugdigen in te zetten voor het identificeren van oplossingen voor de uitdagingen die tegenwoordigheid genieten in de Surinaamse samenleving omtrent cultuur. Aan Surinames fundament heeft altijd culturele diversiteit gelegen. Interculturaliteit ontspringen uit inclusiviteit, erkenning van de diepte en gefaciteerdheid van de domeincultuur en is intergenerationeel van aard. Jongeren nemen. UNESCO-vertegenwoordiger Judy Peskov zei dat tot nog toe 6 Caribische landen profiteren van het verdrag, waarbij in de afgelopen jaren 9 projecten zijn ontwikkeld. Peskov vroeg met nadruk om het samenwerken van de publieke en private sector.